Afgelopen vrijdag werd in het WTC Den Haag de vernieuwde Art Gallery geopend, met het van start gaan van de eerste expositie over Aruba. Die opening markeert tevens het einde van een lange periode van ingrijpende verbouwingen in het Haagse World Trade Center. Dit is de laatste heropening die we doen. Dit is echt een feestelijke afsluiting. Nu is alles klaar. Is alles gereed en hebben we een volledig nieuw WTC. Eerder werd al de nieuwe entree van het WTC in gebruik genomen. De 5 verschillende torens kregen 1 centrale ingang. Met winkels en voorzieningen voor bedrijven in het complex, maar ook voor bedrijven uit de omgeving. We hebben in juni WTC Den Haag heropend. Er is een nieuwe entree. Er is een Albert Heijn, een koffiecompany in de plint. We hebben een nieuwe barbrasserie. Een hotel, een sportschool. Alle faciliteiten zijn nu samengekomen in 1 grote entree. Dat vinden we fantastisch en we merken ook dat het Beatrixkwartier, dus de omliggende omgeving, vindt dat ook heel erg fijn. Het is een 1 grote, drukke, buzzing omgeving nu. De Art Gallery is het sluitstuk, dat is nu klaar, is de laatste heropening van het WTC en nu is alles gereed. De Art Gallery werd dus verplaatst en met de start van de nieuwe expositie werd de vernieuwde Art Gallery in gebruik genomen op de nieuwe plek in het gebouw. Hier komen elke 2 à 3 maanden nieuwe exposities. En de bedoeling is dat het bedrijven in aanraking laat komen met kunst. Dat kan door hier te gaan zitten vergaderen, maar dat kan ook door gewoon te komen kijken en andere bedrijven en mensen te leren kennen die ook geïnteresseerd zijn in kunst. Dus het is echt een toevoeging op de verbinding van bedrijven die hier aanwezig zijn als bezoeker of als huurder. De functie is, heeft verschillende functies. Ten eerste wat wij heel belangrijk vinden is kunst dichter bij de mensen te brengen, dichter bij de bedrijven te brengen. Want je kan niet alleen kunst kijken, je kan kunst kopen, maar je kan het eventueel ook huren. Dus als je inderdaad wat ziet in je kantoor en ook zelfs thuis, dan zou je dat eventueel kunnen huren. Dat is ook een optie. De komende jaren gaan we hier een heleboel verschillende exposities zien. Bijvoorbeeld de vorige expositie was een soort sociaal karakter, had erachter een goed doel. Dit is dan een feestelijke opening. En de volgende wordt een weer serieuze opening met ook kunst wat we laten zien op Art de Heek, want daar staan wij namelijk ook al bij. En rond de heropening op de nieuwe plaats bleek wel dat de Art Gallery intussen echt een functie heeft in het gebouw als het WTC. Zelfs toen er nog maar een paar foto's hingen, was er al zoveel interesse, er zijn zoveel nieuwsgierigheid. En dit is ook de drukste route naar de E-toren. Dus er komen hier honderden mensen per dag langs. En die kunnen allemaal genieten van deze mooie kunst. Het grappige is, toen wij beneden weg moesten, gingen we eerder weg dan gepland. En nog steeds liepen de mensen langs. En toen kregen we echt de jacht, waar is de galerie? En dat verwacht je dan niet. En nu staan we wat dichter inderdaad bij de mensen, omdat het een doorgaande weg is. Dus het is echt wel een toevoeging. We merken ook weer meer contacten met mensen. En gewoon rustig laten zien, vertellen wat we hier doen en wat we laten zien. De eerste expositie in de nieuwe Art Gallery is de fototentoonstelling Gezichten van Aruba. Gemaakt in het kader van het 30-jarig bestaan van de status apart van het eiland. Bekende en minder bekende Arubanen geven een beeld en een gezicht van het eiland en de mensen die er leven. De expositie werd geopend door de gedelegeerde minister die Aruba in Nederland vertegenwoordigt. Als de vertegenwoordiger van Aruba hier in Nederland ben ik heel erg blij met deze expositie van, die we hier zo kunnen openen. Het is gemaakt in het kader van 30 jaar staatsaparte van Aruba. En dit hebben we zo gevierd met de gezichten van Aruba. Niet alleen bekende Arubanen, ook de minder bekende Arubanen, de jonge Arubanen die wij hier zo in de expositie zo kunnen zien. De eerste expositie gaat over Aruba, 30 jaar staatsaparte. Half jaar geleden kwamen ze naar ons toe of we interesse hadden in zo'n expositie. En we hebben heel vaak wel serieuze kunst. En we hadden zoiets van, we komen een nieuwe plek, weer nieuwe mensen. We gaan gewoon echt iets feestelijk aanpakken. En Aruba sloot er prachtig aan met de muziek, met de danseres die we hebben. Dat is voor ons redelijk uniek, maar ik vind het wel een vlammende opening en ben ik heel blij mee. De feestelijke heropening van de Art Gallery markeert de afsluiting van een periode van ingrijpende verbouwingen voor het WTC en de bedrijven die er gevestigd zijn. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WTC Den Haag.